Hallo, mijn naam is Peter en welkom weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Hier zie je onder andere vuurwerk, karpenvissen en metaaldetectie en nog veel meer. Ik zou zeggen, enjoy. Rup. Ja, die doet het niet meer, hè? Nee. Hoop ik. Yo, we zijn nu bij een verlaten villa. De meeste villa's die staan niet helemaal vol natuurlijk. De kleine huisjes wat meer. En er is ook onderhoud gepleegd. Dus er komen nog wel eens mensen. Wel leuke graven. Misschien dat in deze villa wel wat staat. Nu zijn we er toch. We gaan gewoon even een kijkje nemen binnenin. Ja, je mag ook filmen. Even een boekje lezen. Deze vind je veel in België. Ja? Ja, van, ja, die soort kannen, zeg maar. Hij is wel aardig leeg. Ja. Hier is hij gewoon gefikt ook, hè? Mensen die op het chillen. Ja, dat is wel vaak ook. Nee, deze niet. Deze staat ook op een heuvel, hè? Deze heb ik. Dit is wel gek, dit is voor de eten. Oh ja, die staan gewoon buiten. Hier stond dan de auto. Had ik gewoon vanaf hier gaan naar binnen gekund. Dit doe ik niet meer. Kijk, dit is een wijnkelder. Oh ja. Hier stonden dan vroeger alle wijnflessen in. Dus. Weet je wat dit is geweest eigenlijk? Dat is al boven. 16% vol, 15. Zie je dat? Genever. Kijk, dit zijn bessen. Dat is sowieso een wekpot. Ja. Dat is van de kluis. Denk ik. Kijk, hier heb de kluis gezeten, zie je dat? Oh ja. Van het, van het. Nou, daar komen allemaal vliegen uit. Die hebben ze al open geplukken. Moeten ze inschijnen? Ja, nee, maar ze hebben er al in gezeten, zie je dat? Ja. Met hun hand. Ja, gewoon de lege kapot geslepen. Ja, gewoon met slijtol erin. Dit is de kluisdeur. Ik moet voelen hoe zwaar zo'n kluisdeurtje al is. Zo. Oh ja, hier zit nog een kluis. Die is ook al open gemaakt. Even kijken hoe dit naartoe gaat. Oh ja, dit is de kachel en zo. I guess. Ik pak eigenlijk nu gelijk het lelijkste stuk van de villa. Oh, hier kon je dus naar boven. Je hebt ook allemaal eten bestaan. Dit waren denk ik de entreedeuren. Gelijk de wc om de hoek. Kijk, zie je dat? De grote kluis. Oké, die hebben ze ook helemaal open gehad. Zijn ze ook al in geweest. Dan zit denk ik hier in de kast. Oh, ik dacht hier zit een hogere slot.
hier gewoon een kast. En dan hier hebben ze dit zo'n nepkast. En staat hier achter staat de kluis, alleen die is ook opengemaakt. Maar die stond gewoon in de muur verscholen. Die ben ik al geweest. Hij is aan de zijkant is die ook opgesleten. En deze hebben we al vol met spullen erin. Kijk. Ja, dit zat gewoon zo vast. Alleen nog zo. Kijk. En dit was gewoon de andere kast. Kijk, dit was ook een... En hierachter lag de administratie, zeg maar, achter deze. Ik doe het even anders. Jij bent aan de kluis. Ja. Kijk dan, dit ligt helemaal dicht. Kijk, dit achterkast. Anne Frank! Anne Frank! Hallo! Ja. Zit er ook nog één? Nog één, Jok! Het is wel een hele bijzondere badkamer. Een super vette villa, klein beetje trash. Klein beetje alles gestolen, een klein beetje vernielingen, maar gewoon echt een super mooi design. Een super mooie decay ook. Decay, hoe je het ook noemt. Kijk, hier zie je al die spinnenwebben hangen. Komt zo heel naar beneden. Hele mooie ramen, hele mooie vloeren. En hij staat lekker verscholen. Dus het is echt een plaatje dit. Geld. Echt? Ja. Maar gewoon wel geld in de kluis? Nee, toch weer. Waar lag wel geld in de kluis? 1980, 10 cent uit 1980. Oké, maar waarom leg je zoiets in de kluis? Ik bedoel, dit soort gewoon hier. 1997. Wel grappig. Of van een ander land, of niet? Spanje of zo? Nee. 5 frank. En, die is ook geen Belgisch. Nee, deze komt uit. Ook België. Alles met het hoofd is België. 1983. Kijk hoor.